Jan van Akkoleijen is expert in Human Resources. Vandaag praat hij met meester Tieleman over de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever. Goeiedag, meester Tieleman. Welkom. Vandaag gaan we het samen hebben over wat er gebeurt bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ik kan u misschien starten met eens toe te lichten wat eigenlijk de essentiële componenten zijn in die arbeidsovereenkomst. Er zijn er vier. We hebben het loon, we hebben de functie, we hebben de arbeidsplaats en de arbeidstijd. Dat zijn de vier pijlers van een arbeidsovereenkomst die een werkgever niet zomaar eenzijdig kan wijzigen. Misschien kunnen we even inzoomen op de component loon en bij uitbreiding over benefits. Wat zijn daar eigenlijk de mogelijkheden voor een werkgever om eenzijdig een aantal wijzigingen door te voeren? Het is evident dat een werkgever niet eenzijdig kan morrelen aan het loon. Zit daar nog enig rek op? Ja, het enige waaraan ik denk, dat is het privaat gebruik van de firmawagen, waar een werkgever, indien er niets is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, eenzijdig het type wagen zou kunnen wijzigen. Als tweede component gaf u aan de functie. Wat zijn daar de mogelijkheden vanuit werkgeversstandpunt om die functie te wijzigen? Een werkgever kan altijd eenzijdig aan een werknemer een gelijkwaardige functie opdringen op voorwaarde dat dat op hetzelfde niveau staat in het organogram, dat het op dezelfde manier gewogen wordt. Dat zijn allemaal elementen die men op een weegschaal gaat leggen om te zien, is er daar een fundamentele wijziging? Ja, dan nee. Maar even naar een andere component. Plaats van tewerkstelling. Bedrijven verhuizen wel eens hun locatie. Wat is volgens u daar in de rechtspraak de echte regeling? Het echte criterium is in feite, wat is het effect van het wijzigen van de arbeidsplaats in tijd op het traject woon-werk? In de rechtspraak oordeelt men dat men als werknemer moet aanvaarden dat men op het traject woon-werk 30 minuten meer moet rijden, 's morgens en 's avonds, en dat dat geen wijziging is van de arbeidsplaats. De laatste component die dan die essentiële uitmaakt van de arbeidsovereenkomst is arbeidsduur. Wat is daar de situatie? Daar is de manoeuvreerruimte van de werkgever zonder het akkoord van de individuele werknemers of een cao met de vakbonden zeer beperkt. Men zal aanvaarden dat men misschien 15 minuten schuift met begin- of einduur. Natuurlijk op voorwaarde dat ook dat uurrooster zich bevindt in het arbeidsreglement. Oké. Hartelijk dank. Dit gaf ons inzicht in die vier componenten en wat ermee gebeurt als een werkgever die eenzijdig zou willen wijzigen. Dank u wel, meester Tieleman.